Zorginstituut Nederland zorgt ervoor dat wij het geld van ons allemaal alleen uitgeven aan goede zorg. De behoefte aan zorg is voor iedereen verschillend. Van weinig zorg tot heel veel. Om deze zorg te kunnen betalen is er een basisverzekering voor alle Nederlanders. Die betalen we met elkaar voor elkaar. Zodat iedereen in Nederland de zorg kan krijgen die hij nodig heeft. De basisverzekering vergoedt heel veel zorg, zoals de huisartszorg, bijna alle ziekenhuiszorg en de meeste geneesmiddelen. Ieder jaar zijn er veel vragen over de vergoeding van behandelingen en medicijnen. Omdat ze nieuw zijn, juist verouderd, of omdat niet duidelijk is of ze wel effectief zijn. Kortom, welke zorg zit wel en welke niet in het pakket van die basisverzekering? Om deze vragen te beantwoorden, toetst Zorginstituut Nederland de zorg aan de wetten en regels van de basisverzekering. Dit noemen we duiden. Het Zorginstituut publiceert dan een standpunt waarin wordt uitgelegd waarom zorg wel of niet vergoed mag worden. Door deze uitleg weten patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars waar ze aan toe zijn. Het Zorginstituut geeft ook advies. Advies over de inhoud van de basisverzekering. Sommige zorg wordt nu niet vergoed, maar hoort er misschien wel in thuis, of juist andersom. Bij de afweging wel of niet vergoeden staan 5 vragen centraal. Hoe ernstig is de aandoening? Is een behandeling medisch wel noodzakelijk? Werkt die behandeling wel? Kan een patiënt het ook zelf betalen? Krijgt de patiënt waar voor zijn geld? Is er genoeg geld om deze zorg te betalen voor alle patiënten? De antwoorden op deze vragen bepalen samen het uiteindelijke advies van het Zorginstituut aan de minister van VWS. Daarin geeft Zorginstituut Nederland een overzicht van de gemaakte afwegingen, de mogelijke alternatieven en de gevolgen voor de verzekerden, de wetgeving en voor het overheidsbudget. Om tot een advies voor vergoeding te komen, werkt het Zorginstituut samen met medische professionals, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en onafhankelijke wetenschappers en deskundigen. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer het laatste woord. Daarbij spelen afwegingen van solidariteit tussen burgers en een rechtvaardige verdeling van middelen vaak een belangrijke rol.